FC Dordrecht is vrijdagavond tegen duur puntverlies aangelopen in de keukenkampioendivisie. In eigen huis creëerde het tegen FC Eindhoven een heleboel kansen, maar bleef het wonder boven wonder 0-0. De bal wilde niet in. En, het is niet, ik kan niks aan mijn spelers kwalijk nemen. Ze hebben inzet getoond, ze hebben van alles geprobeerd, ze hebben kansen gecreëerd, ze hebben gevochten, ze hebben gestreden, ze hebben verdedigd. Alleen, de bal wil er niet in. En misschien ook een compliment aan de tegenstander die van alles heeft gedaan om geen goal tegen te krijgen. Ja, want die kwamen voor een punt, hè? Oh ja, meer hebben ze niet gedaan. Maar ja, dat zegt ook heel veel over de status die wij aan het opbouwen zijn. Dus je valt het op als een compliment? Oh zeker, want als je eigenlijk alleen maar komt hier om te verdedigen en ons dwars te zitten. En zegt wel dat ze ons heel gevaarlijk vinden. En wij moeten proberen leren om deze situaties ook anders te benaderen. Of iets meer geluk mee te genereren en toch die goal te maken. Maar met de volgende wedstrijd. Voor middenvelder Shiloh het Zand was er wel wat te vieren. De middenvelder werd bekroond tot het beste talent in de derde periode in de keukenkampioendivisie. En kreeg daarvoor voor de aftrap het bronzen schild uitgereikt. Minder goed was de stemming bij de aanvoerder achteraf, Mathis Sorey. It's part of football if you play against a team that after 10 minutes they play with the 11 in half. You do everything to score and the post, one guy on the line, good save of keeper. Yeah, what you can do more? Yeah, I don't know. Was it just unfortunate? Yeah, I don't know. Really, I don't know. Because like I said to you, it's really difficult to play against this opponent, and also the pitch don't help us to play really good football. Sometimes we have to play a long ball, and it's not what we. We are doing so good the long ball, but we try like I said to you everything. Komende week geen keukenkampioendivisie voor FC Dordrecht vanwege de Interland break. De club gaat wel naar België voor een oefenwedstrijd tegen KV Oostende. Op vrijdag 29 maart gaat de keukenkampioendivisie verder met een uitduel bij FC Den Bosch.